Hallo en leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Het Dorp In. Nou ja, aankomend weekend is het weer Pasen. En ja, ondanks de beperkingen gaan wij vandaag in het dorp kijken of er nog een beetje Pasen gevierd wordt. Iets met de Pasen? Ja. Ja, dat begint morgen. Ja. We hebben eerst Goede Vrijdag. Mm-hmm. En voor Goede Vrijdag gaan we in de kerk nog iets moois maken met bloemen. Dat we aan het kruis ook een kroon bevestigen. Mm-hmm. Dus om gewoon echt goed stil te staan bij het leven en het sterven van Christus. Vooral het sterven op Goede Vrijdag. En dan voor Pasen gaan we opnieuw bloemen maken. Maar dan heel uitbundig om te vieren dat hij is opgestaan. En dat nieuwe leven is gekomen en begonnen. Dat is voor mij wel het mooiste wat ik met Pasen ga vieren. En verder maak ik het gezellig. Samen met wat mensen. En gaan we er ook gewoon van genieten en mooie dagen maken. Hoe viert u de Pasen dit jaar? Ja, rustig. Ja? Ja, je kunt nergens niet heen. Nee? Ja, je kunt overal heen, maar ja. Maar we houden het rustig. En wat is er anders aan dan de afgelopen jaren? Ja, voor mij persoonlijk echt niet veel, maar... Anders, ja. Je bent allemaal zo'n beetje geremd op familiebezoeken. Hè? Je kunt allemaal niet samen. Mm-hmm. Dus dat maakt toch wel een beetje verschil. Krijgt u stiekem nog wel wat familie over de vloer? Of, nee. Streng aan die maatregelen? Ja, streng. Maar er is ook... Nee, eigenlijk niet. Ik doe niks stiekem. Nee? En heeft u nog een grote paasbrunch of iets gepland? Of een lekker diner met enkele familieleden dan? Of... Ja, ik denk wel dat er gourmet op de tafel staat. En wat paasuitjes voor het een beetje gezellig te houden, ja. Oh, dus er wordt goed gegeten. Ja, super. Ja, eten dat, daar slaan we niet over. Nou, ook bij de bakker zie je dus allerlei verschillende paasacties. Ja, en van Pasen gaan we nou even uit heel iets anders. Want we gaan kijken bij de nieuwe ijssalon Del Piero in het dorp. Hoi, ik ben Emiel en ik ben de nieuwe... ijshouder op de sluisweg nummer 14 in Spakenburg. En waar staat IJsselon Del Piero voor? Mijn opa heet Del Piero. Ja. Dus vandaar, en die leeft niet meer, maar daar hebben we het zo naar genoemd. Mm-hmm. En het klinkt ook lekker Italiaans, hè? Toch? Want ben je zelf eigenlijk ook een beetje van Italiaanse afkomst? Nee, ik ben Frans-Israëlisch, maar ik heb wel in Italië gewerkt, in IJsselon en in Zwitserland. Mm-hmm. Vond ik hartstikke leuk en ik ben hier begonnen en 3 dagen geleden. Ik zou eigenlijk 1 april beginnen, eigenlijk vandaag. Het tweede bolletje is gratis. Ja. Is vandaag dus. Maar het was zo mooi weer. Ik denk, ik ga gewoon open en ik zie wel wat er gebeurt. En we hebben 3 dagen echt lange rijen. We hebben 17 medewerkers. Die dus zeg maar part-time werken hier. Vandaag staan er ook weer 4. En we hebben 39 smaken ijs. Ja. Met grote bollen. Dat is heel belangrijk. Hij zakt een beetje. Ja, maar niet uit. We hebben ook frozen cappuccino, frozen yoghurt. We hebben milkshakes, we hebben toppings, we hebben coffee to go, thee, cappuccino, espresso en 39 smaken. Dus, en die variëren elke dag, maken we andere smaken erbij. Ja. En dat kan van suikerspin tot lion, tot KitKat, tot eigenlijk heel veel. We hebben ook kinderbekers, kan ik even laten zien, misschien kijk, wel leuk. Is ook voor de kleintjes. Voor de kindjes, vinden ze heel leuk. We hebben verschillende soorten en daar gaat een bolletje ijs in. Slagroom en toppings. En zijn natuurlijk voor de Pasen aan het filmen. Ja. Want doen jullie ook iets met Pasen of vind jij zelf nog iets? Nee, eigenlijk niet. Wat we wel hebben, we gaan gewoon open met Pasen. Het maakt dan niet uit wanneer het is. We hebben altijd ijs. Mm-hmm. En ijs is een beetje mijn passie geworden. Dat doe ik al jaren. En ik wil het zo lekker mogelijk maken dat de mensen zeggen van ik wil lekker ijs. Ja. En vooral grote bollen, dat is wel heel belangrijk. Want mensen willen grote bollen. En die kan je bij Del Piero krijgen. Vandaag zijn wij bij Ter Stal, zoals je achter ons ziet. Dit is een nieuwe kledingwinkel in het dorp. En vandaag gaan we even een kijkje nemen in deze winkel. Ik ben Linde van de Hengel, ik ben de winkelmanager hier. Ik regel dat het hier met mijn team allemaal netjes hangt. We staan voor jullie klaar. We hebben hele leuke kinderkleding, herenkleding, babykleding en dameskleding. Sokken, ondergoed, eigenlijk alles. En wil het nog een beetje lopen hier met de eerste paar dagen? Dat gaat lekker hoor. Want wanneer zijn jullie precies open? Gisterochtend. En hoe hebben jullie dat nog feestelijk aangepakt hier? Dat kan nu niet heel groot natuurlijk. Dus we hebben het gewoon op de normale manier volgens de coronaregels nu aangepakt. Thank you.
Dit was weer het dorp in van vandaag. Ja, we zijn met het Pasen onderwerp een beetje afgedwaald. Maar je hoort hier en daar wel dat de mensen gewoon lekker op de manier zoals het mag Pasen vieren. Nou ja, dit was het weer vandaag. We willen IJsselon Del Pierre ontzettend bedanken voor de gastvrijheid. En we zien jullie volgende week weer.